Radiofrequenties en geluidsgolven zijn niet met elkaar te vergelijken, maar ze delen wel een bepaalde eigenschap, de golflengte. Lage frequenties hebben net als geluidsgolven een langere golflengte en deze kunnen met een bepaald vermogen beter door oppervlaktes gaan en dus grotere afstanden bereiken dan hoge frequenties. UHF-banden zijn voor draadloze microfoongebruikers de grootste bron van kwalitatief goed spectrum. Omdat wij dit gedeelte delen met tv-zenders, is op voorhand al bekend in welke gebieden interferenties gaan optreden. Andere delen van het spectrum kent meerdere gebruikers die onvoorspelbaar zijn. Deze delen zijn voor onze sector dus onbruikbaar. Wij hebben als tweede gebruiker dit gedeelte van het spectrum gedeeld naast analoge televisie, met toegang van 470 tot 865 MHz. Waar er geen tv-zenders actief waren, konden draadloze microfoons gebruikt worden. Het tv-kanaal 63 was in heel Nederland gereserveerd voor het gebruik van draadloze microfoons voor de live, AV en broadcast-industrie. Deze groep gebruikers staat bekend als de Program Making and Special Events, oftewel de PMSC. Door de herverdeling van het spectrum voor gebruikers is het beschikbare spectrum nu compleet veranderd en dit zal in de toekomst weer gebeuren.